De e-ID-kaart kan niet als een voorwaarde gesteld worden voor het hebben van een e-paspoort. Dit stelde minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken gisteren in het parlement tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende regels omtrent reisdocumenten. De bewindsman meent dat deze beperking niet opgelegd kan worden, omdat alleen ingezetenen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt in aanmerking kunnen komen van een e-ID-kaart. Door dit als voorwaarde op te nemen, zou betekenen dat personen jonger dan 16 jaar en Surinamers woonachtig buiten in Suriname niet in staat zullen zijn een e-paspoort aan te vragen. Op de vraag, als de e-ID niet kan dienen als matching, wil ik u aangeven dat inderdaad dat het geval zal zijn. De biometrische gegevens zullen vergeleken worden. Het zullen wel twee verschillende systemen zijn die gebruik zullen maken van dezelfde broninformatie bij het vervaardigen van documenten. De vingerafdruk van de ID-kaart kan inderdaad dienen om de identiteit vast te stellen, maar dit kan slechts bij personen die reeds in het bezit zijn van een e-ID-kaart. VAP-parlementariër Juan Ruby Wang wil dat er een online platform komt, zodat mensen hun aanvragen kunnen natrekken. Het is volgens hem noodzakelijk dat de veranderingen in de wet worden gebracht, zodat Suriname kan meedingen met de rest van de wereld. We merken ook dat we meer vluchten naar Suriname krijgen. En nu dat we richting normalisatie gaan, dan moeten de reisdocumenten voldoen aan de standaarden. In het verlengde hiervan wens ik van de minister te weten, als er geen systeem geïmplementeerd kan worden waar aanvragers voor reisdocumenten kunnen zien in welke stadia hun stukken bevinden, wat betreft de behandeling. Ik heb het dan over een online of app systeem, waar de klant of de burger wordt bediend nadat de vragen daartoe stelt. Ook wensen we van de regering te weten hoe zij de gemeenschap zal informeren over de wijzigingen en nieuwe systemen die worden uitgevoerd. Komt er een voorlichtingcampagne? Want goede communicatie met het volk is van essentieel belang. Wang doet een beroep op de regering om de gemeenschap op de hoogte te houden van het beleid. Dat ze zal uitvoeren als het aankomt op reisdocumenten.